Er zou met een enorme vaart gewerkt moeten worden aan het gronduitgiftebeleid. Dat zei minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA. De bewindsman gaf aan dat hij in de afgelopen dagen door veel personen hierover is benaderd. Hetgeen hem aangaf wat de behoefte is. Het gaat voornamelijk om grondzaken, gronduitgifte en beschikkingen, zei de bewindsman. Soerjan benadrukt dat ondanks de vaart zaken toch op een correcte manier afgehandeld moeten worden, waardoor er geen fouten worden gemaakt. Maar aan de andere kant, de rechtmatige rechtspersonen ook niet benadelen in die zin dat ze te lang moeten wachten op hun stukken. En er zijn tekortkomingen, ook op het onderdirectoraat grondbeheer met betrekking tot gronduitgifte. Uiteraard zijn er tekortkomingen. Weer zal ik hier personeel aanhalen, de faciliteiten, de procedures. Er is een aanzet gegeven, moet ik u voorhouden, zeker weten, van automatisering, zodat de aanvraagprocedure transparant wordt en alles richtig verloopt. Maar in de afgelopen 4 jaren, het is goed dat u dat weet, zijn er circa 27.000 beschikkingen uitgegeven. De bewindsman zei verder dat er op het ministerie aan capaciteitsversterking gedaan moet worden. Dit is nodig om de achterstanden bij onder andere de gronduitgifte in te lopen. Aandacht dat zal daarop sowieso gevestigd worden in de komende tijd, zodat wij de achterstanden die er zijn kunnen inlopen. 27.000 beschikkingen dus. Ik heb in die afgelopen 2,5 werkdagen ga ik steeds benadrukken, omdat ik het ministerie ook vanuit een afstand van buiten heb gezien tot nu toe voor mijn beëdiging. Nu bekijk ik hem van binnenuit. Het heeft zijn pro's en cons natuurlijk. Maar er zijn ideeën, initiatieven die wat mij betreft ondersteund moeten worden. Ik denk aan bijvoorbeeld projecten voor studenten die genoemd zijn, maar ook het voorzien van jongeren in de verschillende districten van een stukje bouwkavel, grond, zodat ze hun zaken in orde kunnen hebben. Minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Hij sprak gisteren in DNA over het inlopen van de achterstanden met betrekking tot de gronduitgifte van zijn ministerie.